De naam protestant komt van het woord protestation, het protest dat Duitse keurvorsten in 1529 aantekenden tegen het edict van Worms. Dit edict hield een veroordeling in van de leer van Luther. De Augustijner monnik Maarten Luther had zich verzet tegen de kerkelijke handel in aflaten die geld moest opbrengen voor de bouw van de Sint-Pieterskerk in Rome. Hij kreeg de keurvorsten op zijn hand omdat hij die geldstroom naar Rome kon doen ophouden. Maar het geschil was de aanzet tot een definitieve breuk met de katholieke kerk. De paus van Rome is een instelling van de duivel. God heeft geen kerkelijke hiërarchie nodig om tot de mensen te komen. Hij doet dat door de sacramenten. Ewout, Johan, Willem, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De doop en het avondmaal zijn de enige twee genadetekens die uit de Bijbel bewijsbaar zijn, zegt Luther. Het gezag rust bij de Bijbel, bij Gods woord en niet bij de kerk. Priesters zijn niet boven gewone mensen verheven. Alle mensen zijn priesters. Namelijk wordt dat in de brief die we daarnet samen gelezen hebben duidelijk gezegd. Jullie mensen, gemeente, komen bij elkaar omdat Hij, God, u daartoe roept. De protestanten vinden dat iedereen toegang moet krijgen tot de Bijbel. Het Oude en Nieuwe Testament worden vertaald en dankzij de boekdrukkunst in grote getale verspreid. In 1525 is er al een Nederlandse vertaling, de Liesveld-Bijbel, die zijn naam ontleent aan de drukker. De protestantse of reformatorische Bijbel verschilt in bepaalde opzichten van de katholieke, onder andere in de samenstelling van de heilige boeken. De vertalingen zijn bovendien voorzien van eigen kanttekeningen. En er zijn ook eigen commentaren die de exegese, de uitleg van de Bijbel door pausen en concilies, vervangen. Terwijl de katholieke kerk beweert dat de Bijbel niet kan begrepen worden zonder voorkennis van de godsdienstige, wetenschappelijke en filosofische achtergronden, stellen de protestanten dat de Bijbel zichzelf verklaart. Niet toevallig zijn de reformatoren allemaal taalgeleerden. Een vermaard bijbelcommentator is de tot theoloog omgeschoolde jurist Jean Covin of Calvijn. Nombreux ouvrages, surtout des commentaires, mais son ouvrage le plus célèbre, c'est l'Institution de la religion chrétienne, écrit d'abord en latin, ensuite traduit par lui-même en français, et qui fut alors très rapidement traduit en néerlandais. Le livre est évidemment une somme théologique qui reprend les grands de doctrine de la religion chrétienne sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, sur l'Église, sur les sacrements, sur la notion vis-à-vis de l'État. Ce sont les grands chapitres, les grandes parties plutôt de cet ouvrage, parce que si la première édition n'avait que 6 chapitres, la dernière fait 80 chapitres. En 4 livres. Waarin verschillen de beide boekbeelden Calvijn en Luther? Le point, le seul point, je dois dire, de différent, de divergence capitale, c'était dans la question de la communion, de la Sainte Cène, la présence de Jésus-Christ. Cette présence est-elle matérielle ou même spirituelle dans les aliments? Le pain et le vin, où cette présence est-elle uniquement spirituelle dans le cœur du croyant. C'est ça la différence, déjà entre Luther et Zwingli, et alors Calvin est intervenu plus tard, Zwingli était déjà mort à ce moment-là, et Calvin a donc défini la position spirituelle de la présence de Jésus-Christ. Het Calvinisme heeft de meeste aanhang in de provincie Henegouwen. De bezieler is de glasschilder Guy de Bray. La seule effigie que l'on peut avoir de Guy de Bray,
Bon, c'est plutôt symbolique que réel, il faut bien le dire. On n'a pas d'autre. La seule autre, c'est le dans le recueil des martyrs de Van Amsted, où il y a la pendaison de Guy de Bray et de son compagnon, Peregrin de Lagrange, à Valenciennes. Hij wordt tot op vandaag geprezen voor zijn geloofsbelijdenis. Hij is erg strijdbaar in zijn geschriften, onder meer tegen de wederdopers. Ik heb een ander livre. Là, je ne peux vous montrer que la photographie de la première page. Source et fondement. La racine, source et fondement des anabaptistes. Un livre dirigé contre les anabaptistes. Menno Simons, een uitgetreden priester, vertegenwoordigt de vreedzame vleugel van de anabaptisten, de naar hem genoemde Mennonieten. Ce qu'il y a, c'est que les anabaptistes n'ont pas voulu faire une réforme, mais ils ont voulu faire une restauration. C'est ce que disent les historiens mennonites à l'heure actuelle. Réforme, c'est-à-dire on réforme ce qui existe, donc à l'heure actuelle, en retournant évidemment vers le passé, forcément. Tandis que les anabaptistes, eux, n'ont pas voulu réformer, ils ont rejeté tout pour revenir à la source directement, en faisant abstraction de 15 siècles d'histoire, ou à peu près. Jan van Leyden belichaamt de radicale vleugel van de wederdopers. Quand on pense que l'aventure de Münster, au début, ils avaient choisi 12 hommes qui dirigeaient la ville de Münster. C'était 12 apôtres, les 12 chefs. Par après, Jean de Leyde a pris le pouvoir, prenant une vue plus Ancien Testament, comme du roi David revenu. C'est un peu cela. Évidemment, il y a cet aspect de vouloir recréer la situation du temps de Jésus. Mais est-ce possible? Je crois. C'est le cas de certains groupes mennonites qui sont restés très traditionnalistes, comme les Amish, par exemple, qui ne veulent pas de télévision ou qui ne veulent pas de voiture, qui continuent à aller en carriole à cheval et qui ne mettent pas de boutons à leurs vêtements et des choses de ce genre-là, très traditionnelles. C'est peut-être en opposition avec justement leur principe de restauration du christianisme primitif. Parce que là, ils restent bloqués sur, dans le fond, un habillement qui date du XVIIe siècle. As a source of identity, we are called Mennonites, yes, but we do not count ourselves as followers necessarily of Menno Simons, of a particular man. We feel we should follow only Jesus Christ. We believe also the New Testament teaches that the sister, the wife, should be in subjection to her husband. It does not mean she's of any less value. It's just as God has ordained it, that the wife should be in subjection to her husband, and the husband should love the wife. And so that is the place our sisters play. If you have a good day. Yes, okay, let's go. Bye-bye. Okay, bye-bye. Anabaptisten, Calvinisten, Lutheranen, allen hadden ze in de 16e eeuw hun leven veil voor het nieuwe geloof. De Inquisitie of geloofsrechtbank velde meedogenloze vonnissen. Les deux martyrs étaient Henri Vous et Jean Van Essen. C'étaient deux moines augustins du couvent d'Anvers et des amis de Martin Luther, qui lui aussi était un moine augustin. Et c'était à partir d'Anvers que la prédication protestante a commencé en Belgique. Et très rapidement, les autorités se sont émues, ont arrêté tous les moines, ont fermé le couvent. Beaucoup d'entre eux ont été dispersés ou ont pu s'enfuir, mais trois ont été enfermés à Vilvorde, et ensuite deux ont été brûlés sur la Grand Place. Quant au troisième, il avait demandé pour réfléchir, il ne voulait pas abjurer non plus, et il est resté en prison à la Steenpoort à Bruxelles, où il est mort 5 ans plus tard. Alors,
Luther componeerde dit loflied ter ere van de Vlaamse martelaren. De Inquisitie naar de godsdienstoorlogen is maar een stap. De verhalen uit die tijd zijn verbonden met deze standbeelden waarmee België in 1890 hulde bracht aan de helden van de reformatie. Philip Marnix van Sint-Aldegonde. Hij draagt dezelfde voornaam als de koning van wie hij de grote tegenstrever zal zijn. Hij houdt een opengeslagen boek in handen, heel waarschijnlijk een Bijbel. Hij heeft ook andere boeken op een stapel achter hem staan. Dat zijn waarschijnlijk zijn bijbelvertalingen, zijn psalmberijmingen en ook natuurlijk de Bierkorf van de Roomse Kerk, een zeer satirische tekst tegen de katholieke kerk. Maar er is ook een helm te zien in dit standbeeld. Een helm duidt aan, een van de facetten van zijn zeer veelvuldige en zeer uiteenlopende loopbaan. Hij is niet alleen een theoloog geweest, een bijbelkenner, maar hij is ook een strateeg geweest. Hij is zelfs burgemeester van Antwerpen geweest in een moment, in een hoogtepunt van de geschiedenis van de 16e eeuw. Hendrik van Brederode, bijgenaamd de Grote Geus. Een zeer onstuimige, soms wilde leider van de geuzen in die tijd. Hij is iemand die het feestmaal van de geuzen van 8 april 1566 heeft ingericht en hij draagt ook, kenschetsend, op zijn rechterschouder draagt hij de bedelzak van de geuzen. Hij is iemand die dan later met Jonkeling, de graveur, de beroemde geuzenpenning heeft laten slaan. Willem van Oranje-Nassau, bijgenaamd de Zwijger, de grote leider van de hervorming in de zuidelijke Nederlanden. Eerst katholiek opgevoed, dan Luthers beïnvloed en ten laatste is hij hervormd geweest. Dus hij kende al de schakering van het bestaande christendom op dat ogenblik. Een strijder, maar iemand die ook gestreden heeft voor de tolerantie en de verdraagzaamheid. Hij draagt op zijn borst het kenteken van de orde van de Gouden Vlies, Gulden Vlies. En hij was ook mederidder de beroemde orde van de Gulden Vlies met Egmond en Hoorne. Eigenlijk heeft hij het land verlaten en heeft verder zijn leven kunnen leiden, terwijl deze twee ridders van de Gulden Vlies zijn als eerste slachtoffers gevallen van de terreur van Alva toen hij uit Spanje naar de Nederlanden kwam na de beeldenstorm van de zomer van 1566. Deze ridders van de Gulden Vlies hadden een voorrecht, namelijk zij waren alleen maar onderhevig aan de rechtbank van de orde. Maar Alva heeft dat allemaal opzij geschoven en heeft ze eenvoudig als opstandige veroordeeld. Resultaat van zoveel strijd, vele doden, geen godsdienstvrijheid en de grote uittocht naar het noorden. Wanneer het doek over de godsdienstoorlogen valt, zijn we halfweg de 17e eeuw. Er zijn dan nog wel protestanten in Doer, Doornik, Eupen, Verviers-Audimont en de streek van Oudenaarde, maar ze leven erg teruggetrokken. L'église réformée de Tournai est une des deux plus anciennes églises protestantes de la Belgique, l'autre étant Anvers, et elle a eu au XVIe siècle une très grande importance, au point qu'on appelait Tournai la Nouvelle Genève. Mais il est évident qu'après la prise de la ville par Alexandre Farnèse, le protestantisme s'est fortement amenuisé, et il a retrouvé une nouvelle vigueur au XVIIIe siècle lorsque fut établie ici une garnison de la barrière. De cette époque nous reste
cette ancienne Bible d'Osterwald de 1724 qui a appartenu à un habitant de Rongy qui est mort martyr pour sa foi. Et également de cette époque date ce plat et pour la Sainte-Seine avec les armoiries des Provinces-Unies de Hollande ainsi que ces coupes pour la communion sur lesquelles figurent également les armoiries de Hollande.